dan zie je hier de banaan. Nou, de banaan is al heel interessant. Buiten dat het een gigantische mooie plant is. En wat zien we hier? Hier is het ook al lekker aan het groeien. Ze noemen het bananenboom. Maar het is geen boom. Het is namelijk, het is gewoon zacht vezel. Het is een jaarlijkse plant. Na een jaar gaat hij, of als hij na anderhalf jaar, als hij zijn vrucht heeft geleverd, dan valt hij om. Dan krijgt de nieuwe scheut, die krijgt dan de kans om weer een bananenboom te worden. Dus het is eigenlijk meer een aardbei, hè, met zijn scheutjes enzovoort, dan een boom. We gaan eens kijken naar de ding, want we zeggen wel eens van waarom zijn bananen krom. Nou, hier zie je dat eigenlijk als ze hier uit de bloem komen, die ook heel lekker is en die kan eten, dan zijn ze eigenlijk recht. En dan zie je ze opeens krommer en krommer worden. Hè? Dus ze worden krom. Dat is omdat het groen, het bladgroenkorrel, dat is er, dat wil nog allemaal zon pakken. En dus daarom gaat het die kanten op. Nou, dat is de banaan. En dit is dan zo'n bananentros. Fantastisch dat die hier in Goes kan groeien. Hè? En het leuke van de banaan is dat er kalium in zit. Kalium geeft elektriciteit. We hebben elektriciteit in onze allemaal die zenuwnodes. Er zit elektriciteit in. Nou, dat geeft kalium en geeft ook energie. Veel beter dan suiker, want dat is langere energie door die kalium. Een van de weinige planten die kalium produceert. Verder kan je er, ik kan het nou niet voordoen, maar kan je het schil van de banaan kan je gebruiken om je leren schoenen te poetsen. Schil kan je trouwens ook koken en ook eten. Is wat minder lekker. Wij zijn daar niet aan gewend. En deze banaan is in belangrijk, want dit is de banaan die we eten, de Cavendish. Hè? Musa acuminata, Cavendish. En de Cavendish heeft geen pitten. De ouderwetse gewoonte, de wilde banaan heeft nog allemaal pitten. Smaakt wel als een banaan, maar er zit allemaal hele harde pitten in. Is ook helemaal niet lekker. Maar deze Cavendish heeft dus geen pitten. Daarom vinden wij het zo lekker.